En nu het wegseizoen weer is begonnen, betekent dit niet einde seizoen voor het Rabobank Giant overall team. Met de kersverse wereldkampioenbelofte Lars van der Haar in het midden, werd er vandaag gewoon getraind door de Rabobelofte van coach Richard Groenendaal. Goed seizoen, hè, afgelopen seizoen? Ja, het seizoen begin was goed. Met Arnouds, de knecht die net iets minder. En bij de belofte, Arams sloot goed aan in het begin van het seizoen. Onze jonge jongens, de eerste jaar zijn van der Haar in het begin nog een klein beetje erin moeten komen. Maar vanaf november was iedereen goed, ja. Allee, laat die Belgen niet doen, hè, jong! Come on! Ja, allebei het koers. Goed zo. Ja, dan hebben we het Nederlands kampioenschap. 1, 2, 3 en 4. Ja, bij de belofte. Van der Haar, Bosman, Teunissen. Of Teunissen, Bosman, net andersom. En Van der Heijden. Van der Heijden, heel goed, heel goed. Zijn beste wedstrijd misschien van zijn crossseizoen. Emiel Dolfsma werd 11e. Ja, die kwam net zijn eerste wedstrijd binnen nadat hij zijn sleutelbeen had gebroken half december. En, dan ook op dezelfde dag nog Juri Adams, Belgisch kampioen bij de onder de 23. En Gerben Bach, die ook allebei een goed kampioenschap rijdt bij de elite categorieën. Dus. Bart, hoe is jouw afgelopen seizoen gegaan? Goed, ik ben over de hele lijn wel tevreden. De laatste weken wegen wel zwaar. Maar daartegenover staat eigenlijk dat ik vanaf het begin een hele goede periode had. Waar ik een paar mooie podiumplaatsen behaalde. Dus op mijn eindklassement in de wereldbeker ben ik ook heel trots. Dus al bij al is het wel positief. Jongens die zijn nu talent en belofte. Wanneer stappen ze over naar de elite? In ieder geval als ze 23 gaan worden, dan is de belofteperiode voorbij. Dus het is onder 23 tot 22 jaar. En of ze dan bekwaam zijn om bij de elite mee te doen. Kijk, wij leggen wel de lat zo hoog dat wij ze door laten groeien in onze ploeg. Maar dan gaan wij wel toetsen of dat ze bekwaam zijn om daar goed voor de dag te kunnen komen. Kijk, als pelotonvulling, dat is niet onze doelstelling. Kijk, we willen opleiden. En opleiden doen we ook op een hoog niveau. Maar dan moeten ze, als ze overkomen, ook wel op een redelijk niveau mee kunnen doen met de elite. Nog 3 koersen en dan is het seizoen afgelopen. En dan eindelijk vakantie? Ja, dan vakantie. Eerst trouwen en dan op huwelijksreis. En als we dan terugkomen, kunnen we terug gaan trainen. En dan op naar het volgende seizoen. Wat verwacht je voor volgend seizoen? Ja, ik hoop weer een stapje vooruit te zetten. Ik besef wel dat het elk jaar moeilijker wordt. Ik word er ook niet jonger op dan natuurlijk. Dus die stapjes zullen sowieso wel kleiner zijn. Maar ik denk en ik hoop nog wel dat ik nog ietsje kan beteren. En, het zijn nog maar hele kleine procentjes die eigenlijk nog grote verschillen kunnen maken. Dus daar probeer ik aan te werken. Ja, ze zeggen, een getrouwde man heeft de backup van zijn vrouw en dan gaat het extra goed. Ja, we gaan het zien. Ik hoop het. Wie weet. Gefeliciteerd alvast en succes. Dankjewel.